Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Wij gaan nu Liam wegbrengen naar schooltje. En daarna even naar de winkel. Hey Liam, in het schooltje? Tasje hangt hier. En we gaan. Yay! Wij zijn even naar de winkel geweest. En nu zitten we aan de appelmoes. Ik heb gewoon appels schoongemaakt. En vind je het lekker? Goed zo. Ja, jij doet altijd een stukje terugspugen, hè? Kijk of Jordi wil happen. Hoppakee. Jordi had namelijk gisteravond nog gespuugd. Waar het precies aan ligt, I have no idea. Kan spanningen zijn, kan de drukte zijn geweest. Dat hij wat vol zit. Kan. Alles kan. Maar op dit moment is er niks aan de hand. Hij heeft geen koorts. Hij heeft gewoon een vrolijke zin vandaag. Tot nu toe. Hè? Jordi is vrolijk, hè? Ja, Jordi vrolijk! En Liam zit op schooltje, hè? Dus we doen nou lekker samen eten, hè? Ja. Dus, ja. Hoppakee. We zijn weer blij. Blij, blij. Ja, ja. We hebben Liam opgehaald van schooltje. We hebben net al gegeten. En ik had Pietkleedjes meegegeven. Sammy is hier aan het etteren. En Jordi is hier bezig. Liam ligt al op bed. Die was echt zo moe. Ik ga zo Jordi en Sam naar bed brengen. Die zijn nog heel even samen bezig. Jordi is Sam aan het wegduwen. Ze moeten het samen maar even uit gaan zoeken. Maar Liam die had Sinterklaasje op school gehad dus. En die had ook wel gekregen. Ze hadden een schoentje. En er zat een mandarijntje in. Pepernootjes. En ze hebben een bal gekregen. Ze hebben een bal gekregen met een ananas. Leuk, hè? Hebben ze van Sinterklaasje gekregen. En er was ook iemand jarig. Er was van de week ook nog iemand jarig. Die had ook getrakteerd. En dan hebben ze deze gekregen. Of ja, Jordi. Of Liam heeft die gekregen. Oh, namen. Dit hebben ze gekregen. En ze hebben een boekje erbij gekregen. Altijd handig. Leuk. Dus dat heeft hij gekregen. Echt, wel worden die ratten van mij toch verwend, hè? Want weekend ook weer allemaal cadeautjes. Hm. Maar goed, ik ga heel eventjes twee donderstenen naar bed jagen. Zelf eten en relaxen. Jordi is weer wakker. Yay! En ik heb Ranja gemaakt. Gaan we proberen te geven. Drinken? Het is een ander smaakje, hè? Wel lekker smaakje? Oké. Iedereen is hier wakker en ligt lekker te spelen. Het is alweer bijna etenstijd hoor, maar ik was het vergeten. Zo druk met de kindjes bezig. En ze zitten lekker hier allemaal te spelen en te doen. Ik ben ondertussen met het eten bezig. We eten frietjes uit de airfryer. Ja, ik ga alles inpakken. De cadeautjes voor de kinderen. Hier zitten ook nog cadeautjes in die ik moet inpakken. Ik moet van alles inpakken nog. Want ja, ze moeten wel iets uit te pakken hebben. Hè? En om iets uit te pakken moet je het ook inpakken. Dus ik ga maar mijn geweldige inpakskills... Ik ga cadeautjes inpakken. Ik ben daar ook zo goed in. Not. Niels is met mama gekomen helpen. Maar Niels kan veel beter inpakken als dat ik het kan. Dus die brengt mij dadelijk helemaal in een niet. Hoezo? Ik kan het ook niet inpakken. Nou, dit ziet er fatsoenlijker uit dan hoe ik het doe. Kijk, want ik doe het zo. Gewoon gevuld werk. Dat is hoe ik het doe.
chill moeten zijn. Ik heb weer andere kwaliteiten. Cadeautjes zijn ingepakt. En de kindjes slapen allemaal. Allemaal? Mm-hmm. Mooi. En ze staan ook weer boven, hè? Mm-hmm. Want wanneer gaan we dat doen? Morgen na het slaapje alvast dan beginnen. Ja, want Liam is een kind dat als hij te veel woehoe krijgt, dan dat doen. Mm-hmm. En ik probeer zoveel mogelijk te filmen. En als dat allemaal lukt, dan zal het jullie ook wel opvallen dat we voor Jordi niet zoveel cadeautjes hebben. Maar dat is voor Jordi juist een cadeautje. Ja. Jordi heeft namelijk een gigantische hekel aan cadeaus. Echt gewoon een gigantische hekel. Hij pakt ze ook niet uit. Nee. Hij vindt ze helemaal niks. Dus wat hebben we nou gedaan? We hebben eigenlijk bijvoorbeeld de politieauto, een aantal dingetjes waar Jordi wel mee speelt, hebben we herkocht. Mm-hmm. En die kan hij uitpakken. Wat we wel al hebben gekocht is een projector. Mm-hmm. Voor zijn slaapkamer. Ja. Want het geld wat wij voor Liam en Sam hebben gebruikt, dat hebben we voor Jordi eigenlijk een beetje achter de hand gehouden. Want daar gaan we een snoezelhoek van maken. Mm-hmm. In zijn slaapkamer. Ja. En dat gebeurt als het allemaal een beetje op zolder klaar is, dat het in zijn kamer mogelijk is. En zijn kamer niet meer een pakhuis is. Juist. Dus dat is eigenlijk wat Jordi krijgt. Maar ja, we moeten toch iets van een cadeautje geven, want ja, op een gegeven moment gaat Liam dat toch ook merken. En we hebben wel een verjaardagscadeautje, die doen we wel zondag, want ja, dan is hij ook jarig. Maar ja, mijn ouders komen ook zondagochtend, mm-hmm. Want ja, Sinterklaas en verjaardag natuurlijk. Dus ja, dan krijgen ze ook weer cadeautjes. Dus ik wil het een beetje verspreid doen, zodat Liam in ieder geval niet te gek wordt, Jordi niet te overprikkel raakt en Sam zijn ding kan doen. Ja, Sam weet toen nog niet echt wat hij gaat doen. Nee, dus dat is een beetje een verrassing. Maar ik wil het gewoon een beetje verspreid doen, zodat ik in ieder geval mijn kinderen een beetje fatsoenlijk geaard houd. Mm-hmm. Dus ja, dat is eigenlijk de bedoeling hoe we het gaan doen. En nu ga ik mijn nagels doen, want er zit lucht onder. En ja, in ieder geval, ik heb de behoefte om dat te doen, dus dat ga ik te doen. En ik ga niet veel doen. Nee, inderdaad. Een hele goede middag. Ik heb vanochtend niet gevlogd. Waarom heb ik niet gevlogd? Niet aan toegekomen? Nee, want hebben de kindjes zijn wakker geworden, flessen gehad. Boodschappen gedaan. We zijn boodschappen doen. Fruit gemaakt. Toen ben ik gewoon naar boven gegaan. Want ik heb boven laten versloffen, ben ik heel eerlijk in. Ik ben allemaal was aan het opvouwen. Heb heel veel opgeruimd. Nu gaan we even broodje knakworst eten. Yes, broodje knakworst. Oh, zo. Cadeautjes staan hier ook. Dus als de kindjes dadelijk wakker worden, gaan we cadeautjes uitpakken. En ik ga ondertussen verder met mijn was. En we hebben ook van ons petekindje in Sinterklaas geweest. Nou, ik heb daar café. Ja, want Sinterklaas is ook hier geweest voor ons petekindje. Milo krijgt ook altijd wat, maar dat doen we ook met zijn verjaardag. Dus. Ik heb misschien mis. Nou, was het maar zo. In ieder geval, we gaan eten. Het moment is daar! Waar is Liam? Die is boven bed. Zou je er niet even afzetten dan? Ja, dat was maar bezig. En wat gaan we doen, papa? Cadeautjes uitpakken. Die moeten nog goed komen te staan, de cadeautjes. We gaan het filmen. Hallo. Kom eens kijken. Hallo. Sinterklaas is geweest. Oh, moet je weer je Boomba hebben? Kijk eens hier. Wat zijn dit? Wat zijn dat? Wat zijn dat? Kom eens kijken dan. Kom eens bij papa. Kom eens bij papa. Jawel, kom eens. Kom eens bij papa. Bij papa? Ga naar papa toe. Hier, kijk hè. Zal ik een... Deze is voor Liam en Sam. Ik weet niet wat jij wil. Wat zijn dat?
Kijk, er zijn cadeautjes. Deze voor Jordi, Liam en Sam. Ja. Doe maar uitpakken, want Jordi boeit het echt niet. Wat zijn dat? Ja, maar... Oh. Nee, deze. Maar we moeten even eerst eentje uitpakken, papa. Hoe werkt dat nou, hè? Hier, je moet het zo doen. Zie je? Moet je trekken. Ja. Pak je handje maar. Net als je normaal altijd doet. Pak maar, doe maar trekken. Ja? Kom maar pakken. Goed zo, dat mag jij doen. Wat is dat? Wauw! Bordjes en bekertje van Peppa Pig. Kijk. Wauw, wie is dit? Wie is dat? Peppa Pig. Het is Peppa de Pig. Kijk die. Wauw! Ja, zullen we het volgende cadeautje doen? Zet we deze even hier neer. Zet we die daar neer. Kijk hoe blij die al is met een bordje. Oh, hoi Sam. En ook cadeautje? Ja, is mooi hè? Jordi is er ook vandoor. Jordi. Kom schatje, we gaan cadeautjes uitpakken. Nou, dat waren de alle cadeautjes. We gaan het even allemaal uit de verpakking halen en... Wat zeg je? Wat? Ja, dan moet je muziek aanzetten, Niels. Dan doet je het daarop. Jordi heeft zoals je ziet een hele leuke projector op zijn slaapkamer gekregen. Maar wij gaan nu de rest allemaal even uit de verpakking halen. Liam had op een gegeven moment zoiets van, hallo, ik heb mijn Boomba en mijn Nanai niet gehad. Het is mij wel prima. Oh. En hij vond het wel gescheten. Dus, we gaan nu zorgen dat de kindjes overal mee kunnen spelen. Nou, ze zijn er super blij mee. En wij zijn er blij mee dat ze er blij mee zijn. Liam heeft gepoept, dus die kan ik nog niet in beeld brengen. Sammy is lekker met zijn nieuwe speelgoedjes aan het spelen. Hij vindt het leuk. Hij is zelf gaan zitten. Dat is goed, toch? Ja. Is leuk, hè? En papa is eventjes naar Jasmijntje toe, hè? Met Liam. Want Sinterklaas is ook geweest. Voor ons petekindje. Dus,
Dat is even brengen. Zo, ik ben boven klaar. Wahahaha. Heb jij gewoon Boomba te pakken? Echt waar? Heb je Boomba te pakken? Laat je broer maar die zien. Mag Sam niet kijken naar Boomba? Oh, serieus? Dat meen je niet. Maar, papa, Sam heeft toch Boombalu ergens hier liggen? Kijk eens onder de bank. Ligt hij niet, ja. Hier ligt hij niet, daar ligt hij ook niet. Sam wil een knuffel. Ik denk dat Sam een knuffel wil, want daarom pakt hij die Boomba. Hallo, de kindje ligt in bed. En papa en mama die zijn bezig om alles voor morgen voor Jordi goed te krijgen. En die dan wel uitgebreid feest vieren. Maar... We helpen je of maken Jordi blij als ze zo min mogelijk doen. Ja, maar we willen wel iets doen. Dus wij hebben voor Jordi hebben we een klein taartje voor zijn verjaardag. Die vindt hij lekker, dat weten we. Mm-hmm. En wij hebben, omdat we mantelzorger zijn, hebben we met de dag van de mantelzorger. Mm-hmm. Hebben we deze gekregen. En aangezien ik deze toch in huis heb en we toch iets willen doen, gaan we deze maken. Het zijn bosse bollen. En Niels en ik staan nooit samen in de keuken wat dat betreft, want wij horen altijd van elkaar. Voor jullie willen we toch gaan proberen om het samen te doen. Mm-hmm. Zou dat goed gaan? Jawel. Nou, we hebben in ieder geval een recept, dus daar kun je niet van afwijken. Dus we gaan zien hoe het gaat lopen. Je moet sowieso de oven eerst voorverwarmen. Oh, wow. Hete lucht over 200. Even kijken. We hebben een hete lucht over. 200. Maar doe maar 190, denk ik. Want deze is wat sneller. Qua. Kijk, je hebt 100. Wacht even hoor. 150 milliliter water. Iets meer. Dat is geen 150. Dat is te veel. Wacht. Ik wil je proefje geven. Ja, dat is goed. Weer in de kom. Moet je eerst de poeder of eerst de water? Ja, dat maakt niet uit. Wacht even, hè. Je bent gevaarlijk, hè. Je mag hem maar eens overzetten, hè. Lees eens even verder. Dan moet je 6 balletjes maken, tabakbal. 5 minuten roeren.
is niet 5 minuten op hoor. Niks, je duurt 5 minuten. Ja, maar dat hebben wij gewoon al gedaan. Dit deeg is gewoon prima. Schep de natte met een natte lepel. Ja. 6 bolletjes deeg op de bak. Ik weet niet of je er 6 uitkijkt dan, hè. Zo? Ja. Heb je die niet meer nodig? Hoeveel? 6. Hoeveel centimeter? Zoiets? 5 centimeter. Openmaken. Zou ik 25 tot 30, noem ik 25 erop zetten en dan kijken? Ja. Dan moet je omdraaien een gaatje van 1 centimeter in de bodem. Ja. En dan eronder. Ja, dan moet de chocolade op. Nee, moet je eerst 5 minuten uitdoen. Ja. Dan wordt het waarschijnlijk een balletje of zo. Nee, dat is het al. Maar die... Je kan het zo doen, je kan het met een mes doen, hoe wil je doen? Okay. Ja. Joh! Hier, heb je nieuw iets om houvast te doen? Maak jij het gaatje erin? Oh, dat is niet. Gaat je dan naar onder? Nee. Ja. Maar je moet eerst 60 gram milliliter water koken. Ja. Wacht nou, daar hebben we die niet nodig. Ja, die hebben we wel nodig, maar niet nodig. Ik heb namelijk... een slimme 60 milliliter. Nee, dat moet je niet zo doen. Nee. Ja, dat is met pakje erbij. Ja, daar moet je... Hier staat 60 op, Mandy. Wacht nou. Hier staat 60. Niels, dit luistert allemaal nou, hè? Oh. Oeh. Oh. Oeh. Oh. Nee, die heb ik nog niet uit laten druppelen. Terwijl.
tenzij je dat er niet uitmaakt. Voor de mensen, die hebben dat net niet gezien, hij rende naar de oven toe omdat de oven afging. Zo dedicated is hij voor het bakken nu. En nou moet hij? Ga weg! Hoe moet er nou? Laat hem het merendeel doen. Normaal ben ik altijd degene die dat allemaal doet. Maar wat moet er nou dan? 10 minuten afkoelen. Oké. Vind je me sexy zo? En dat water moet nou koken. En dan moeten we kokend water bij zetten. Niels die staat hier echt met zijn neus zo erbij, gewoon gaat het wel goed komen. Ja, komt wel goed. Het begint al... Het is niet helemaal wat we willen, maar ik geloof wel dat het smaakt. Maar gelukkig hebben we het nog een keer kunnen... We kunnen het nog een keer maken. En bovendien, mijn ouders komen morgen en die vinden dit sowieso wel lekker, dus... ze staan in de koelkast. Morgen doen we pas slagroom erin. Mm-hmm. Want, ja, om dat nu nog te gaan doen, daar heb ik echt geen zin in. Plus, ik moet nog stofzuigen en dweilen en dat soort dingen allemaal. Wij moeten nog stofzuigen dan. Wij moeten nog stofzuigen en dweilen. Ik moet nog douchen. Dus, ja. Ja, hier wil je ruiken? Oeh. Ja, het is echt, het is niet normaal. Maar goed, wij gaan de boel afmaken. En in de volgende... Swipe. Is Jordi jarig. Jee. Een hele goede morgen. We hebben een jarige Job. En wat doet onze jarige Job het liefst? Zo min mogelijk. Zo min mogelijk. Dus dat gaan wij ook vandaag doen. Ik heb gisteren zo gigantisch veel gedaan, dat ik zoveel van mijn lichaam heb geëist. Omdat ik gewoon echt alles opgeruimd enzovoorts wilde, zodat we vandaag niet zoveel hoefden te doen. Dus ja, hij eist nu even zijn tol. Maar dat komt wel goed. Mijn ouders zijn al onderweg hierheen. En... ja, die komen daar even Sinterklaas vieren en Jordi zijn verjaardag. Prima, Surpie. Ondanks dat we Jordi een heel groot plezier ermee doen, dat we hem geen cadeau geven en dat we hem lekker heen laten doen, geven we hem toch een cadeau. Diep de pie. Klappen, Jordi.
Yay! Goed zo, Jordi! Ben je gewoon jarig? Mwah! Kan ik ook kus geven? Doe het zo. Kijk eens! Jij krijgt een cadeautje? Nee. Papa helpen. Hij probeert er met alle krachten vanaf te duwen. Ja. Maar dat vind je stiekem wel leuk. Daarom zeg ik, je doet hem een grote plezier ermee om geen cadeau te geven. Of om het niet in te pakken en gewoon neer te zetten voor je. Kijk eens. Wat is dat? Papeltje uitpakken. Liam komt ook helpen. Kom, die helpen, jullie helpen. Maar pakken. En maar trekken. Goed zo. Wauw. Wat is dat, jullie? Hey, dat is mooi. Liam, niet doen. Wauw. Vind je hem leuk, Jordi? Oh, mij wel. Hij heeft nog nooit met een cadeautje zo snel gespeeld. Nee. Volgens mij hebben ze dit ook op school. Ja, Jordi mag dus ook even spelen. Met zijn eigen cadeau. Is hij leuk? Zullen we nog een liedje zingen dan? Hey, kan je? Het is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Was lekker. Nou, ik ben eens benieuwd. Ze zijn gevoeld met slagroom? Ja. Zou ik wel proeven? Opa is aan het proeven. Ik weet niet of opa hem lekker vindt. Opa, is hij lekker? Je hoort hem niet meer, dus... Je hoort hem toch niet? Wie zwijgt hem toe, hè? Tot jou. Ja? Wil je proberen? Kijk weer. Kijk eens. Joef moet eigenlijk naar de bench toe, want het is chocola. Joef, naar de gang. Naar de gang. Lopen. Ja, hij is goed gekeurd door Liam, hoor. Is ook goed gekeurd door Jordi? Het is hetzelfde gekrieger als met een achterbossenbol, hè? Wat zeg je? Het is hetzelfde gekrieger als met een achterbossenbol. Ja, weet ik. Maar volgens mij is het lekker, toch? Ja, ja. Ja. Hallo. Eentje is genoeg. Wat dan met suiker drinken? Is die lekker? Oma ook lekker? Ja. Mama ook lekker.
fantastisch briljant. 21 uur bij, dat is over 10 minuten. Die is van Sam, Elia. Geef hem terug aan Sam. Anders wordt Sam met je verdrietig, hè? Liam. Geef je hem terug aan Sam. Die is van Sammetje, hè? Ja, wat doet hij? Pakt hij haar tut af? Oké. Ah, dat is lief, Liam. Ah. En toen was ik gestopt met vloggen. Ja. Ik heb die dag verhoging gekregen. En ik ben eigenlijk in bed gegaan en niet meer eruit gekomen. Toch? Mm-hmm. En die verhoging komt er eigenlijk vandaan omdat ik gewoon heel erg moe was. Dus ja, soms stopt gewoon even je lichaam ermee om te zeggen en tot hier en niet verder. Ja, dat is wat bij deze mama gebeurd is. Nu gaat het inmiddels beter hoor. Ik ben aan het editen enzovoorts. Dus ja, ik vond het wel belangrijk om dit even te melden. Maar bij deze is dit ook het einde van deze vlog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.